Goedendag. kijk naar de weerswachting van Nou, Het zal niemand ongaan zijn. We hebben te maken met een zeer wisselvallige periode en dat is allemaal te wijten aan een lage drukgebied in de buurt van IJsland. Het lage drukgebied gaat wel een beetje aan de wandel. Daardoor komt de boel in beweging. Levert niet direct beter weer op. Want zoals hier te zien is, zit er veel regen in de aanvoersrichting. En die regen hier, die komt ook onze kant op. Later vanavond al een paar zware buien. En ook de komende dagen hebben we nog van tijd tot tijd de paraplu nodig. Vooral de zondag lijkt een natte dag te worden. Dat zien we ook als ik de boel in beweging zet. In de loop van vandaag zien we buien vanuit het westen komen. En als we dan nog wat verder vooruit kijken, ja, dan blijft het gewoon een wisselvallig weer. Vannacht trek je die buien weg. Veel bewolking ook. En dan morgen overdag even wat beter. Later op de dag zien we de regen dan weer naar Nederland trekken. Het is een komen en gaan van storing, maar je ziet wel dat het lage drukgebied inmiddels richting Noorwegen getrokken is, en daar in de Noorse bergen gaat het sneeuwen. De wind voorlaten vandaag. Want die is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want er komt dus een buiengebied aan. En vanavond trekt dat buiengebied over het land. En dat kan gepaard gaan met forse windstoten. In de kustprovincies hou ik rekening met windstoten van 75 tot 90 km per uur. In het binnenland zo rond de 75 km per uur. En dat is behoorlijk stevig. Op de fiets of in het verkeer heb je daar toch een beetje last van. En de takken aan de bomen die zullen het ook hier en daar moeilijk krijgen. Het zou mij niet verbazen als er hier en daar wat naar beneden komt. Echt noodweer, dat is het niet. Het is code geel, niet oranje of rood. De wind gaan we ook zien als ik de boom beweging zet. Je ziet aan de kleuren van de windpijlen of het hard of zacht waait. Groen, dat valt het allemaal nog wel mee. Maar hier op de Noordzee zie je de kleuren al oranje en rood worden. Daar waait het dus harder. En dan vanavond, dan zie je dat die wind ook langzaam het land binnentrekt. In de loop van de nacht neemt de wind dan weer af. En morgen overdag gaat het aan zee opnieuw steviger waaien. Opnieuw windkracht 7. Al met al dus onstuimig weer in de kustregio, in het binnenland alleen tijdens de passage van buien. Nou, die buien vallen er vanmiddag ook al. Aan het einde van de middag neemt de buigheid in het westen toe. Dat betekent dat de avondspits behoorlijk druk kan uitpakken. Wind neemt ook aan zee toe naar windkracht 7. Het is niet koud, 9 tot 11 graden. De meeste wind dus vanavond, aan zee dan windkracht 8, stormachtig. Nou, over de windstoten heb ik alles al verteld. De buien bereiken tussen 7 en 8 uur. De westkust en rond 1 uur komende nacht trekken ze via Limburg weg. Dat zijn de zwaarste buien, daarvoor zitten ook dus nog wel een aantal buien en daarbij kan het onweren en ook een enkele keer hagelen. In de loop van de nacht wordt het dan allemaal wat rustiger. In het noorden klaart het op en daalt de temperatuur naar 5 graden. In het zuiden komt het kwik amper aan de 7 graden en nog steeds een paar buien. Morgenochtend ook nog een paar buien. Tijdens de ochtendspits ook, maar gelukkig is de vrijdagochtendspits meestal rustig. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. Daarna krijgen we een tijdje beter weer, van tijd tot tijd zonneschijn en droge omstandigheden. En dan pas aan het einde van de vrijdagmiddag neemt vanuit het westen de buigheid weer toe. Dan wordt ook de wind weer sterker. Dan kan die weer windkracht 7 worden. Temperaturen morgen wat lager dan vandaag, 7 graden in het noorden, 9 in het zuiden. En dan het weekend? Nou, de zaterdag ziet er best aardig uit. Zeker zaterdagochtend en middag is het op de meeste plaatsen droog, alleen bij zee een enkele bui, maar in het binnenland geregeld zonneschijn, temperaturen 6 tot 8 graden. Zaterdagavond neemt de wolking toe en dan breiden de buien zich verder over het land uit. Ja, en zondag wordt het dan gewoon echt ronduit slecht weer. Dat is gewoon een dag om binnen te zijn. Veel bewolking, flinke periode met regen en ook nog eens veel wind later op de dag. Windstoten kunnen weer zwaar worden in het binnenland. Aan zee is er zelfs een kleine kans op een storm. Die kans is op dit moment 20 procent. Maar in ieder geval neemt de wind waarschijnlijk wel toe en later op de dag windkracht 7 of 8. Maandag, of beter gezegd in de nacht na maandag, keert de rust langzaam terug. Maandag overdag nog een paar buien en later op de maandag wordt het grotendeels droog. Temperaturen gaan dan even weer omhoog, want zaterdag is het dus 7 graden. Maar zondag, maandag en dinsdag verwacht ik temperaturen van 10 tot 12 graden. Kijken we verder vooruit, dan zien we dat de temperaturen weer naar beneden gaan. In de nachten gaat het vriezen, overdag tussen de 5 en de 8 graden. En vanaf dinsdag grotendeels droog weer. Dus nog een paar dagen wisselvallig, maar droge weer komt eraan. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.